Hartelijk welkom alle hier in Eibenstock. Als ik dat goed zaak, Eibenstock, ja, denk ik. Ze hebben hier een Alpine Ghoster, rodebaan van Wiegand. Een sommerrodebaan. En hier hebben we nog een wasstuwe routje. Wie zegt dat maar? Ik weet dat niet. En nog een speelplaats zoals skipiste aan de andere zijde. Maar we komen hier natuurlijk nu voor die rodebaan. Zo, wie ga je instijgen en wie ga je varen? Aan deze zijde is dat skipiste. Wie heet dat in Duits? Dat zie je met skiën naar onder gaan. Ja, zie wijzen wat ik meinst. En die andere zijde is dan natuurlijk die rode baan. En ja, er is natuurlijk nu geen sneeuw, zo geen skiën. Zo wie ga je dat rode baan varen hier. Dat is ook spas, maar voor kinderen. Ja, mijn kinderen zijn zo klein voor dit. Maar ze kunnen ook die rijven zitten en dan hier. Daar gaan, hebben ze nog een rode baan, zeg maar. Maar wie mag dat niet heute? En hier is nog een labyrinth, maar wie mag dat ook niet natuurlijk. We komen hier voor als rodebaan alleen. Hier is ook nog een speelplaats, maar ze moesten hiervoor betalen. Welkom alle oude rodebaan, sommerrodebaan van Eibenstock. Dit is een baan, is een Alpine Ghoster. En is van Wiegand natuurlijk. En die baan is niet zo interessant, niet zo extreem. Niet zo veel speciale elementen erbij. Is nu zo zigzaggen naar onder en twee riesenjumps en een normale jump. En dat was eigenlijk. Maar voor die kinderen, we hebben Jalicia metgebracht op deze tour, is zeer goed. Dat ze niet zagen. We kunnen volle gas varen, volle poelen. Zo, je hoeft niet te bremsen. Ja, en de baan moesten ze natuurlijk bremsen, maar wij hoeven ze niet te bremsen. Voor die kinderen is dat pas een grote roetje. Maar voor mij, ja, we waren hier in dat kruis. Zo, we zijn hier in gevaar om eenmaal te varen voor die kinderen. Ik dacht, kom, we maken ook een review daarvan. He? Waarom ook niet? De Alpine Ghoster is zeer ideaal voor die ganse familie. Koek zit er vast met een ziekenheidsbugel, zeg maar. En ik zit er vast met een ziekenheidsbugel. En we kunnen zo naar voren drukken, kunnen we gas geven en bremsen. Want we willen, maar we gaan de ganse tijd full gas naar onder. Dat is Eibenstock. Hallo Eibenstock. En we geven gas. Maximaal. Oké, de eerste jump is hier. Maar niet zo veel los met die jump. De goede jumps hebben airtime, maar deze hadden dat niet. We vragen aan Jalicia, wie vindt die dat? Leuk? Ja, sneller. Nog sneller. Ja. Veel sneller. Jawel. Ja, die kleine is veel rode banen gevaren. Zo, dit is kinderspelen bij jou. Wij zien waarom. Onze hier had een actiefoto
cheese. Alle. Maximaal moeten we zijn zo en de baan met die laatste risetum. Hey, die laatste keur. Wachten. Wat nog een keer? Nog eenmaal? Ja? Dat actiefoto is even koeken waar we steken. Die steken. Daar niet. Daar niet. 27. Ah, dat is schön. Ja. Kauwen we niet. Dat was Eibenstock voor heute. Ja, die baan. Ja. Ik weet niet, voor ons erwassenen is dat niet zo veel. Die zien veel beste extremere banen hier in Duitsland. Maar voor die kinderen is dat spas hier. Ja, grote slalom, zich dan naar onder. Maar ja, twee riesenjump. Die laatste riesenjump steekt al langzaam en de baan. De meeste leute die bremsen voor die riesenjump. Zo, dat is eigenlijk ook niet zo veel. Ja, ik ben niet zo fan van deze baan. Maar wanneer ze hier in dat kruis biest, kunnen ze natuurlijk met kinderen zeker. Die is aanbevelen. Zeker goed dan. Maar voor die erwassenen kunnen ze best doorvaren naar een bessere rode baan. Maar ja, we hebben hier toch spacht gemaakt met de kinderen. Wie kennen nog die weiter een rode baan? Wie spreken ons dan? Wie zien ons dan? Wie zegt ons in Duits? En wie gaan nu weiter? Auf Wiedersehen. Viel Spaß und ciao ciao.